Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn ons alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Siert de Vos is mijn naam. Collega naast mij heet Jeroen Guter. De wedstrijd waar we vandaag naar gaan kijken zou wel eens een hele bijzondere ervaring kunnen opleveren. Want vandaag worden alle spelregels overboord gegooid. Alles mag. Dit is Denemarken tegen Ierland. Nog even resumeren. Als ik het goed begrijp, Siert, loopt de scheidsrechter eigenlijk voor spek en bonen in het veld. Dat is wel apart. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, Siert. Het ziet er veelbelovend uit. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Hé, hey, hupsa, weg met die bal. De bal wordt ingeleverd. Kan maar eens een kans opleveren. Die bal wordt geblokt door die speler. Hoekschop wordt voorgegeven en ze werken de bal uit de gevarenzone. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Nee, het gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Nou, wat kan... Ja, een schot. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Die doelman moet opletten. Met een tackle pakt hij de bal af. Thomas Delaney. Daniel Was. Jonas Sisto. Gaat dit wat worden? Ja, kans! Redding en vast.
En nu wordt het oppassen. Ze profiteren van deze paas. De speler blokkeert het schot. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Bal aangeraakt inworp. Thomas Delaney. Een behoorlijke afzwaai. Geen enkel gevaar levert dit op. Dat zal de doelman ook niet erg vinden. Zou die bal iets lager zijn geschoten, dan had het een prachtig doelpunt kunnen zijn. Dat schot van ver is zeker hard genoeg, maar verdwijnt uiteindelijk over het doel. Hulkbier. Daniel Was. Beetje breed gelegd naar Eriksen. Doelpoging, schot. Bal blijft binnen naar die redding. Even dat gevaar eruit halen. Tom Delaney. Zou wel eens wat kunnen worden. Zo, wat een boeien zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Goed geanticipeerd op die pas. Ze zit ertussen. Schot gelost, redding en in de handschoenen. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Het ziet er veelbelovend uit. Larsen, en daar maken ze de eerste van de wedstrijd. Nou hoor, dik verdiend. Ja, maar dit is er toch wel uit te komen, hè? Het loopt gewoon lekker. Ze weten elkaar goed te vinden. En als die kans dan komt, ja, dan hangt hij meteen. Nou, het mag geen verrassing heten dat ze gescoord hebben. Ze zijn de betere ploeg, vallen het meeste aan en dit doelpunt, onvermijdelijk was het gewoon. Ja, je kunt duidelijk zien dat ze beter zijn. En hier belonen ze zichzelf. De score is geopend. Het is 1-0. Oh, wordt ingeleverd. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Naar het midden. Larsen. Matthias Jurgensen. Christian Eriksen. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Goed de bal afgepakt. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè? Want er mogen natuurlijk geen bomen op het veld staan. Jonas Sisto. Tegenstander neemt over. Ze leveren de bal in. Hulkbier. Eriksen. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak.
Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie het. Deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. En nog een keer. Hoe mooi kan je zijn? Die bal die wordt schitterend voorgezet. Ja, en hoe die dan vervolgens ook wordt ingekopt. Geweldig. James McCarthy. Connolly. Eriksen. Heupbier. En let goed op. En onderschept die paas. Connolly. Maar er komt hulp aan. Toch niet. De tegenstander heeft de bal veroverd. En met de bal aan de voet de uitbraak. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. James McCarthy. Daar gaat het balbezit. Ze profiteren van deze paas. Pierre-Emile Heupbier. Goeie redding, zeg. Hoekschop wordt voorgegeven. Lekker doelpunt. Op die hoekschop had beter gereageerd moeten worden door de verdediging. Dit soort momenten kunnen een wedstrijd beslissen. En je ziet hier dat het belangrijk is om te blijven oefenen op hoekschoppen. Natuurlijk. Hij schiet hem in het open doel. Een 100% kans die hij vanzelfsprekend niet onbenut laat. Wat denk je? Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Hij had vandaag beter thuis kunnen blijven. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ze mogen een inworp nemen. James McCarthy. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Larsen. Goede kans. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Hier zie je dat er eerst goed wordt opgebouwd. En dat het dan vrij voor de doelman kan komen om het af te ronden. Het overwicht op het veld is nu wel heel duidelijk terug te zien in de score. Ja, de voorsprong is nu nog groter. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Connolly. Hij kon op doel schieten, maar het is nu een doeltrap.
Daniel Was. En nu snel schakelen voor de counter. En de bal ligt in het net. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Dit was zo'n typische 2-tegen-1 situatie. Twee aanvallers tegenover de keeper. En die situatie hebben ze perfect benut. Inderdaad, geen egotripperij in dit geval. Gewoon netjes de bal afleggen en goal. Prima doelpunt. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Bione Sisto. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Slordig met het balbezit. Daniel Was. Ze leveren de bal in. Ah, prachtig. Sterk gespeeld. Goede onderschepping. Wat gaat hij hiermee doen? Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Nu snel eruit komen. Het ziet er veelbelovend uit. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Bione Sisto. Dit kan maar eens een kans opleveren. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Delaney. Eriksen. Ze kiezen voor een behoudende speelstijl in de hoop dat de tegenstander ruimte weggeeft. Christian Eriksen. Redding, super. Goed geschoten, maar van die afstand passeer je deze keeper niet hoor. Nee, deze keeper verras je niet met een schot van die afstand. Al naar het midden. Nog een hoekschop. In het midden van de 16. Christian Eriksen kan er hier voor gevaar zorgen. Oh, schot is onderweg. Ja, nee. Terug via de paal. En dan een schot voor Christian Eriksen. Ja, doelpunt. Schitterend. Moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. James McCarthy. Is alweer even aan de bal. Oh, wordt ingeleverd. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. En nu wordt het oppassen. Nou,
Wat kan hij hiermee? En daar fluit de scheidsrechter voor de rust in deze vriendschappelijk interland. Ik had wel een krachtsverschil verwacht. Maar deze slachting, dat had ik niet zien aankomen. Daar zie je het. Ik weet niet wat ik zie. Dit is een wedstrijd die doet me denken aan de halve finale van het WK 2014. Brazilië-Duitsland, weet je nog? 1-7. Eriksen. En dan... En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Ze geven de bal weg. James McCarthy. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Daar gaat het balbezit. Die doelman moet opletten. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij wilde hem pasen, maar de bal gaat uit. Hij gaat over de lijn, inworp. Zou wel eens wat kunnen worden. Thomas Delaney. Hij zit er goed tussen bij die pas. Een schot. Zo, wat een mooie. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Hij blijft ze erin schieten, hè. Dit is alweer zijn 1/3 van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè. Fantastisch gedaan. Nog eens vanuit een andere hoek. Nou, hij mag genieten van zijn welverdiende rust. Na een geweldige wedstrijd, toch? Ja, hij speelde zeker weten een uitstekende wedstrijd. Dat zal een goed rapportcijfer opleveren in de diverse media. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Slordig de balbezit. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Als laatste aangeraakt door een speler van de tegenpartij. Hoekschop. De bal komt voor het doel. Geen risico genomen hier. Christian Eriksen. Ze zijn de bal weer kwijt. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie het. Hij besluit. Listige steekbal. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten.
bal gaat over de flank. Ketst af op een speler. Dus een inworp. Ze graven zich daarin en wachten tot de tegenstander komt. Loopt lekker zo. Weer die bal kwijt. Voorzet onderweg naar Christian Eriksen. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal. Prima geraakt. Maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. Altijd prachtige doelpunten die met een volley gemaakt worden. En dat is al niet zo simpel hoor. Behalve dan voor deze speler misschien. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Kasper Dolberg. En nu snel schakelen voor de counter. Nee, veilig, maar toch de kans. Hij kwam 1-1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, zie het, dat het knap is hoe de keeper de bal pakte. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Hij neemt hem kort. Ze profiteren van deze paas. Deze doelman droomde er zeker van vroeger spits te worden. Kijk nou, op het doel. Ja, hij pakt hem. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Eriksen. Hij zit er goed tussen bij die paas. Dit kan maar eens een kans opleveren. O'Shea. James McCarthy. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Kasper Dolberg. Kans voor Eriksen. Ja, geweldig. Doelpunt. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Ja, natuurlijk. Die zit erin. Een ABC'tje voor open doel. Hij doet zijn werk. Maar die doelman, die staat uiteindelijk ook op de verkeerde plek. Niet te missen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. De bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. En weer verspelen ze de bal. Hulbier. En met de bal aan de voet de uitbraak. Die gaat er mooi in, zeg. Nou, ze dachten er niet aan hem te denken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit hadden zien aankomen. Dit doelpunt vanuit een andere hoek.
Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ze zijn aan deze wedstrijd begonnen met één heldere opdracht. Winnen! Precies. En dat is ook de verwachting gezien het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Alle ruimte voor een dribbel. En nu wordt het oppassen. Men let goed op, men onderschept die paas. James McCarthy. Cunningham. Nou, wat kan hij hiermee? Bal veroverd in de eigen 16. Dan schiet hij wel zo naar de tegenstander. Hulkbier. Larsen. Matthias Jurgensen. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Een mislukte paas. Ja, u kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Hij komt met een schot. Hij weet het schot tegen te houden. En die bal is voorlopig weg. Gezang klinkt vanaf de tribunes. Het zijn de fans hier die zo te horen zeer te spreken zijn over de manier waarop hun team vandaag staat te spelen. Inderdaad, ze leggen een puikenpartij op de mat. Tom Delaney. Hij raakt hem. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. De bal komt in de hoek, laag bij de grond. Kijk eens hoe prachtig hij dat doet. Hij kiest een hoek en plaatst die bal heel precies laag in het doel. De bal verdwijnt laag in de hoek. Onhoudbaar gewoon. Ja, het is met name de beheersing hè, waarmee dat gebeurt. Heel goed in de hoek geplaatst. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij zit er goed tussen bij die pas. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En de coach ziet reden om te wisselen. Komt de hoekschop in het midden en ze werken de bal uit de gevarenzone. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Matthias Jurgensen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ziet er veelbelovend uit. Bal bij de tegenpartij. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Hij schiet de bal. Die bal gaat er schitterend in. Hij staat er nog maar net in. En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. En later de wedstrijd maken ze er gewoon nog eentje. De overwinning was natuurlijk al binnen, maar ze blijven op zoek naar meer. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Enorm veel waardering vanaf de tribunes. Een schouderklopje van de trainer. Er zijn vervelendere manieren om gewisseld te worden, hè? Ja, nou ja. Hij verdient toch ook niets minder na deze, ik mag wel zeggen, ijzersterke wedstrijd van hem. Wat was hij weer belangrijk vandaag. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop.
En hij komt eruit met de bal. Het gevaar is nog niet geweken. Geweldig doelpunt, echt. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Ja, nog maar een keer die bal verspeeld, waarom niet? Over de lijn, inworp. O'Shea. En nu snel schakelen voor de counter. Toch de schietkans. En die gaat over de doellijn. Ja, en als je dan de bal op die afstand van het doel aangespeeld krijgt, dan is afronden een makkie natuurlijk. Nou zeg, die gaat lekker. Elk schot is raak. Ja, dit komt echt zelden voor. Deze speler is niet te houden. Eens kijken of hij het nog een keer flikt. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Jaren Clark. Hij blijft maar gaan met die bal. Voorzet, dat is een gevaarlijke steekbal. Laag voorgegeven die bal. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Nog 5 minuten blessuretijd en dan is de klus geklaard. Maar 5 minuten kunnen heel lang duren. Ja, hoor je dat? De supporters die vinden het nu wel genoeg, hè? Ze laten duidelijk horen dat er... Op het doel! Ja, doelpunt, schitterend! Dit doelpunt in de blessuretijd is alleen om de uitslag nog iets mooier te maken. Ze hadden het eigenlijk toch al gewonnen. Het was al lang duidelijk wie er hier met de winst vandoor zou gaan. Maar deze goal maakt het helemaal definitief. Ja, dit wordt een dikke en verdiende overwinning. Helemaal niets op af te dingen. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Connolly. En opnieuw wordt de bal weggegeven. Vervolgt zijn weg naar het doel. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ze kunnen het nog afmaken. De defensie heeft zich hersteld. Counterkans verkeken. Jonas Sisto. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Goed weggewerkt die bal. Voor een vriendschappelijk potje werd er vandaag met erg veel inzet gespeeld. Wat ging het erop, zeg? Ik had de indruk, Siert, dat ze dit beschouwden als een echte wedstrijd. Want ze hebben er echt de strijd van gemaakt. Had ik eigenlijk niet verwacht.